She's down. What? What the fuck? Ik ben bijna neer. Kijk, oh, fuck. Kijk dat dan. Oh. In... Oké, okay, fair enough. Leuk. Tiny Penguins. We zijn weer verder gegaan met de DLC, dames. En ja, ik ga ervan uit dat alleen maar dames kijken van de Tiny Penguins. En ja, hit me up, weet je wel. Ik heb Tinder. Oké. Okay. Nou, mooi. Was dat je één dag? Ja. Oh. Ja, ik moest toch kort? Jezus. Wat zeur je ja, nou lekker, altijd? Man. Nee, okay. What the fuck? Ik weet toch nooit wat de fuck allemaal aan de hand is met jou? Nee, genoeg. Ja. All over the place, soms met jou. Filmpje. Oh! Van mij zat zij ook in Borderlands 3. Dat weet ik niet. Het lijkt een beetje op Harley Quinn. Ja, klopt. Aan de ene kant. Ja, je hebt wel gelijk. Master J. Nice. Eat my dick. Slowly. Wow. Dat wordt de baas, denk ik. Dat, ja, nou ja, oké. Okay. Ziet er al pathetic uit, maar goed. Ja. Yeah. Pathetic. Let's go. Denk ik. Ja. Ja. Find oh nee. Wat? Nee, deze omgeving dacht ik, oh, dat wordt weer zo'n map, weet je wel, dat je gewoon eerst alles moet killen en dan weer verder. Ja, inderdaad. Nee, dat was gelukkig niet. Wow! Die gasten lijken op Mr. Meeseeks! Look at me! Mr. Me! What? Ja. Come on, Jerry, spread your hips! Come on! Hij hangt onder zijn boven. Oh, wat? Wat? Wat gebeurt er? Ik weet niet waar jij toch... Ben je dood? Wat? Nu al? Kun je me komen reviven? Oh, ik ben er weer. Alright. Wat ik zijn het voor enemies? I don't know. Ik krijg nog niet heel veel damage, maar dat komt door dat achterlijke goede schild dat ik heb opgepakt. Ja, en hoe? Dat jij hebt gewoon een dubbel zoveel schild als ik heb. Ja, 3000 schild. Ik kan gewoon door die. Ik weet zeker gewoon niet door die eindbaas heen rennen en ik kan me gewoon neuken en ik krijg geen damage. Precies. Letterlijk neuken. Normaal doen ze... ja, ik wist wel dat het geen figure of speech zou zijn met jou. Alles is letterlijk. Waar de fuck... Blijf staan! Nou, ik kan niet staan. Dat is eigenlijk een beetje het hele probleem, vriendelijke vriend. Heb je hem weer. Oké, we kunnen gaan glijden, denk ik. Wee! Kom, Edgar. Dit doet me denken aan Dragon's Keep. Is dit niet Dragon's Keep? Ja! Ja, dit is Dragon's Keep, goos! Ik herken het aan dat hangertje daar. Oh, ik dacht aan de omgeving hier. Die kasteel en shit, dit is fucking Dragon's Keep, ouwe. Ja, dit is heel Dragon's Keep inderdaad. Nice! Dat is vet. Het is nog vetter omdat we de game hebben gespeeld. Ja. Ja. Heet dat vet. Hoe heet deze DLC eigenlijk? Weet je niet, fel. Nee. Ik heb niet naar gekeken. Ik heb gewoon die hele season pack, toch? Dus ja, wat ik hem heb, ja, leuk dat ik... Ik weet niet. Ik dacht dat jij het misschien wel wist, aangezien jij hem gekocht hebt. Nee, ik heb daar niet eens naar gekeken. Ik heb gewoon 10 euro, 10 euro, 10 euro, 10 euro blindelings. Ja, zoals gewoonlijk. Net als met Heavenly Bodies, hè. Oh ja, het zal vet zijn. Ja. Dit moet je ook kopen, man. Oké. Okay. Shoot. Ja, ik loop wel eens door, hoor. Notice hoe jij de vorige aflevering, zeg maar de aflevering voor de DLC's, mij totaal, maar dan ook echt totaal... niet heb gepusht om dit ook te kopen. Nog ineens een klein beetje. Jij hebt respect voor iedereen. Jij hebt gewoon respect voor iemand anders geld. En het is gewoon echt totaal mijn eigen keuze geweest om dit te kopen. En bij Heavenly Bodies was het echt totaal niet. Ja. Dat is gewoon als je nooit meer met me wil gamen, ja prima. Maar je koopt hem, anders kwamen we nooit meer gamen samen. Dat, zo ging het eigenlijk ongeveer. Eigenlijk wel, ja. Daar kwam het eigenlijk wel op neer van... Ze voelde het wel, ja. Ik heb hem gewoon gekocht. Dus zeg maar, ja, oké, maar wat is het precies? Ja, dat weet ik niet. Ja. Zo vet. Ja. Zo ging het wel, ja. Ja, sorry daarvoor. Ja, maar niet uit. Hè. Nu heb jij 40 euro uitgegeven, dus je bent er zelf al een beetje... Ja, klopt. Dat is je eigen pijn. Ja, dat klopt. Ja, nou ja, dan hebben we allebei een keer pijn gehad.
Oh, we moeten weer terug. Nou, pijn is een groot woord. Ik heb het naar mijn zin met de game, maar het is wel een beetje duur. Weet je wat ook pijnlijk is? Dat we nu veel, dat we al voor het gevoel veel te snel door die portals heen knallen nu. Ja, dat weet je, dat bedoel ik. Het is als, gewoon... als ik zo meteen 10 minuten zie staan op mijn timer, gaan we inderdaad gewoon de volgende doen. Ik kan het niet anders. De andere was 20. Nee, dat is ook zo, dat is ook zo. En 20 is wel een beetje de max voor DLC dan. Ja, klopt. Dan, maar als het echt 10 minuten wordt, of 15 zelfs, dan heb ik ook wel iets van ja. Ja. Daar kan wel wat achteraan, inderdaad. Maar het probleem is dus dat... wat de fucking goblin snap... Wat is dit? Een van de suicide gobbler. Ga weg. Israëlische... Hoi! Of een kamikaze. Hoi! Ja, wat? Banzai! Wat is dit? Wat is dit? Wat ben jij? Oh shit! Ja, hij is down. Hij is al bijna down. Ja, maar ik vond hem gewoon leuk uitzien. Ja, nou, hij heeft geen schrijfde kans. Nee, dat is... Nee, niemand... We hebben een boon! Een boon opgepakt. What the fuck? Oké. Okay. Oh, wat? What the fuck is dat? Een goblin als piraat? Waarom? Ik ben weer neer. Waarom gebeurt er zoveel? Ja, er gebeurt gewoon zoveel. Ja, blijf staan. Kan niet. Blijf zitten. Ik zit al. Oké. Okay. Oh, daar is hij, daar is hij! Oh! Ah, what the fuck, jongens. Dit is toch veel te makkelijk? Nou, ik ben al wel een paar keer neergegaan, maar... Ja, dat komt door mijn schild, denk ik. Dat ik denk ja, van, jouw schild kan... jouw schild is wel heel OP, inderdaad. kill badass goblins, oké. Okay. Oké, let feast. With the hand. Let's celebrate with a hand. Waar is de laatste? Moet er nog eentje hebben? Je zult vast wel gezien waar ze er 2 van heeft, maar raad eens waar ze er 3 van heeft. Oké, okay, Every boy is a wet dream. Ja, een alien met een vreselijk gezicht, maar wel 3 tieten. Ja. Oh nee, hij zei... je hebt wel gezien waar ze de 3 van heeft, maar raad eens waar ze de 2 van heeft. Dat is wat hij zei. Ja, zo... Dat was het, ja. Wingardium Leviosa. Nou, ik heb Jerry in het echt gezien. Geweldig. En dan is ze boven natuurlijk. Nou, ik weet niet. Ik vind toch de teken van Jerry vind ik het toch wat knapper uitzien dan de 3D versie. Ja? Ja, ik weet niet. Het is net zoals je, weet je, SpongeBob 3D maakt, weet je. Dat vind ik ook wel. Ja, dat doen ze in films, hè? SpongeBob films. Ja, dat is pijnlijk. Ik hou er niet van. Ze meteen de magic weg. Ja. Sowieso moderne SpongeBob is... Is dat geen tekenen meer? Jawel, dat is wel. Lang geleden, gewoon, dat ik in SpongeBob heb gekeken. Ik vond de eerste paar seizoenen van SpongeBob gewoon het beste. Maar weet je waar ik dus gewoon van schrok toen ik die dingen terugkeek? Ja. In mijn gedachten vroeger duurde die aflevering relatief lang. Ja. Maar 1 aflevering duurt dus gewoon 10 minuten, hè? Ja, klopt. Ja, maar klopt. Dat doen ze dan 2 afleveringen in 1. Dus dan heb je wel gewoon een normale runtime van 20 minuten. Maar dat zijn dus 2 afleveringen. Mm-hmm. Dat had ik echt nooit bij mezelf gedacht dat dat zo zou zijn. Ja, dat heb ik ook gehad. Ik vroeger met Teen Titans. Ik weet niet of je dat kent. Ja, ik heb wel eens van gehoord. Maar dat is dus gewoon... Dat er zoveel... Over 10 minuten. Er gebeurt gewoon zoveel in die dingen. Omdat je attentiespan van een kind is niet zo heel groot, snap je? Oh, ik ben wel neer. Alweer? Ja. Ik weet ook niet precies waarom. Kom eraan. Tegelijkertijd zit ik allemaal een grote mond te hebben met mijn overpowerde bullshit. Maar sommige enemies halen je wel en dan klap weg, hoor. Ja, man. Ik weet niet, ik ben nog... Iemand moet mij echt heel veel damage geven voordat ik neer ben. Ja. Godverdomme. Ja, Feral Parents en zo, dat vond ik ook allemaal wel hele leuke shit. Dat was ook leuk. Ja, zeker. Dus die baby kreeg op een gegeven moment. Oh ja, vond ik het wel een beetje kut worden. Oh, toen met die baby, ja? Nou. Ja, man. Het werd op een gegeven moment, ik kreeg geen content meer, laten we er een baby in stoppen.
Ja, de oude dan, shit vind ik echt het best, weet je wel. Net als met Jimmy Neutron en shit, weet je. Dat was gewoon top, tot ze opeens een nieuwe serie gingen maken met Reese of Rien, of hoe de fuck. Ja, die Rien inderdaad. Ik vond het nog best een leuke serie hoor, zijn spin-off. Ik vond het nog niet eens zo stom. Ja, maar niet. Ik bedoel, ze hadden beter van Cassius kunnen doen, denk ik, toch? Oh, Zet de family. Oh, dat is het toch van Family Guy is ook spin-off Cleveland Show. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Was ook dat hebben ze ook met American Get, met die alien toch? Heeft die ook een spin-off? Voor mij had die ook, ja. Ja, voor mij wel. Good morning USA, it's gonna be a wonderful day. The sun in the clouds have a sun on his face. Zelfde maker trouwens, van Family Guy. Oh, dat zal wel. Zelfde stem natuurlijk ook van stem. Ja, zelfde humor. Oh, ik was je onderweg, maar... Die gaat in mijn intro. En nu? Ach, ja, nou, hebben we weer hetzelfde kutprobleem. Ja. Waarom, hoe komen we eraan één al? Ik weet niet eens hoe we die hebben gekregen. Ik ook niet, nee. Ja, hier, we hebben hier dit, ik denk dat we dit... Ja, hier, dat zijn die crabs. Ja, dit zijn die crabs die we moeten hebben. Ja, maar waarom? Ja, weet ik veel. We zijn in fucking Pirates of the Caribbean shit of zo. Ja. I don't know. Oh, humor. Denk het. Another day, another crab, oké. Okay. Zo, oké. Okay, ja, het is wel zo. Het is, ja, crab is ook schijten, toch? Ja. Ja, ik weet niet of jou elke dag scheidt. Oh, zeker. Wel meer dan één keer soms. Echt? Hoe dan? Had ik net vanaf had ik vergeten. Nou, vandaag is het patatdag, hè? Chinees, de derde dag, jongens. Nou, daar ga je, hoor. Chinese. You wanna get some Chinese food in there? Yeah. Oké, laatste... Shittywalk, take your order, play. Ja. Yo, de chef van 5 Thijs? Ja? Nu, doe maar. Nou, Tiny Pinguins zal je niet geloven. Maar we hebben weer een heel stuk opnieuw moeten doen. Een leuke DLC. Want net was er geen connectieprobleem, maar een glitchprobleem. Want die laatste objective kwam er niet tevoorschijn. Nee, klopt. Dus het is gewoon twee keer scheef, hè? Ja, en dus... Met de grap, we zijn met schepen bezig. Ik dacht, ik leg hem even uit. Dus ja, bereid je maar voor dat dit elke keer zo gaat. Met nog twee keer dat dit gaat gebeuren. Nou, eerst connectie, nu hebben we... Ja, wat zal de glitches. Volgende keer gebeuren? Weet ik veel. Mijn vriendin komt thuis. Ja. Ook nog een goeie inderdaad. Of ik moet... of het is frietdag. Voor mij. Ja, dat is kan wel ook. Weer. Ja, dat is vandaag ook echt trouwens. Ja, wanneer niet. Dat kan je eerder vragen. Ja. Nou... Lekker koud productief met dat sporten, Ja, we hebben hem. Het mooi. Was echt een glitch. Nice. Ja, dat was sowieso een glitch. Godverdomme. Nou, lekker DLC. Nou, ik ga gelijk door. Ik wil hier niet meer blijven. Nee, inderdaad. Gewoon weg hier. Dan zul je zien dat dit weer de eindbaas is, hè. Net weer op de baan. Ja, dat zou echt goed kunnen. Ja, kan hoor. Nee, dat niet. Dat niet. Nou, ik ben er juist aan het... Ik zeg de tijd aan het bijhouden nu, want ik denk dat het gewoon wel goed komt. Het komt sowieso wel goed als we gewoon een DLC uitspelen. Per aflevering komt altijd goed. Oké, ik heb eentje aan. Ik blijf in deze locatie nu. Gewoon in paarse kring blijf ik nu. Ja, ik ook. Dat doe ik zelf goed. Ook. Ja, ik ga er geen stap uit. Het is wel druk hier. Oh! Pik, mijn held! Wat? Dat bedoel ik. Wat de tering! Ja, ik sorry. Oh, fuck! Ik ben hier bezig. Ja, dit... Ik vind het heftig. Oh, dat is de eerste DLC dat hij zegt dat het heftig is. Oké, ja, het komt mee. Oh. Ik heb hem al. Oké, wat niet meevalt is dat ik godverdomme weer een glitch vond, denk ik. Ja, mijn ring blijft staan, maar ik heb al opgepakt wat ik hier moest hebben, dus ja. Ik ga maar gewoon weg. Oh ja, bij mij ook, ja, inderdaad. Ik zat al te zeggen, what the fuck? Holy shit! Ik kom naar jou toe, ik ben toch dichtbij. Oh my god. Een beste troll. Inderdaad. Mijn schoonmoeder. Hij is neer. Oké, toppie. Oh my god. Oké, het is wel een beetje all over the place. Had jij die andere cirkel, had jij die al? Ja.
Oké, dat is goed om te weten. Ik snap niet waarom ze niet weggaan, dus hier ga je ook wel problemen krijgen, denk ik. Ja, dat is wel heel erg kut. Oh, hier hebben we die gasten ook al opgepakt, hè? Dat dingetje wat we moesten hebben. Die, Ja, we hebben er nog twee. Ik ben nu bij de tweede. Pak jij de onderste. Ja, is goed. Oké. Ik hoop dat het goed gaat, want die cirkels die blijven maar staan, joh. Ja, daarom. Dat is wel apart, vind ik. Oh, een draak. Ja, hij is neer. Oké. Dit bed is... Ja, deze zal wel hebben. Ja, ik heb hem. Ik ben nog aan het zoeken. Ik weet nog niet of het goed is gegaan of niet. Oké, ik kom je wel helpen, want ik ben toch klaar. Jij hebt hem. Wat tering. Jij hebt hem. Oké, toppie. Enter the portal. Ik ga gewoon lekker door. Ik ben nog een paar shit aan het pakken hier. Ja. Ga maar door. Yo. Man. Boy. Oh! Nou! Halloween? Yep. Dit zal het wel zijn dan. Ja, dit is het. Wow! Kan niet anders. Oké, maar dit is op zich wel vet. Oké. Killen? Kunnen we hem gewoon raken vanaf hier? Of wat gebeurt hier? Oké, ik word geraakt. Oh my god. Maar valt mee. Ik loop een beetje op de hype voor niks, want ik heb geen damage. Ik weet niet wat ik moet doen. Damage is laag. We maken wel lichtelijke damage. Maar waar moet ik op cheaten? Gewoon die pot? Ik weet het niet. Je kan op haar toch gewoon schieten? Ik ga even naar boven klimmen. Kan je naar boven? Ja, een soort van. Je kan niet echt naar haar toe, zeg maar. Oh fuck. Nee. Oh. Nee, dat niet. Godverdomme. Ik ben neer. Of niet? Oh nee. Oh god. Wat ben je aan het klaar aan het showen, joh? Dat weet ik niet. Ik denk dat mijn eigen explosieven heel veel damage doen. Ik denk dat je gewoon moet denken aan je eigen eierstokken. Daar moet je aan denken. Oh. Wat nou? Oh kijk, we krijgen damage. Ik snap hier geen fuck van. Wat is dit dan wel van DLC, jongens? Ik ben nog gewoon vol aan het spammen. Ja, doe je goed. Is ze nou beneden of wat? Nee, ze is hier op de hoek hier. Ze is aan de linkerkant. Oh ja. En nu is ze in het midden. Wow! Oké, rustig. Oké, ik snap hier geen fuck van. Voor mij is het op een manier dat je iemand kan killen. Oh, ze gooit tonnen naar me toe. Kijk. Ik ben neer. Oh man. Ik lig onder jou. Kan ik je helpen of moet je je redden? Ik heb niemand hier. Ik heb eigenlijk bijna helemaal niemand hier. Oh, daar. Thanks. Yo. Oh. Dat je me even vasthield. Oké, ze is wel bijna dood. Ik ga weer neer. Oh, ze is daar. What? What the fuck? Ik ben bijna neer. Kijk, oh, fuck. Kijk dat dan. Oh. Oké, fair enough. Leuk. What the fuck? Nou ja, niet dat. Kijk nou wat een damage, jongens. Ach. Een tientje, jongens. Oh, ik ben. Oh shit, ik ben neer. Oh, gaan we dit echt de hele tijd krijgen nou? Ja, ze is goed dood. Zo. No more hero sandwich. Ik ben ook dood. Ik ben ook dood. Sandwich. Oh, ik kom je halen. Bruce! Waarom ga je nou zo veel neer? Infinity! De fuck ga je zo van neer? Oké. Wat gaat hij dat zeggen? Hier liggen alle spullen. Kijk eens wat ik meuk. Nice. Yeah. Huppa. Wow, 1,3. Ja, ik heb 1,5. Netjes hoor. Ja, zeker. Nou. Ja, door. Ja, toch? Ja. En maar geen trofee. Ik had er wel één. Had hij een trofee? Ik had hem binnen. Ik heb geen flauw idee. Lekker. Nou, dat was hem weer. Ja, dat was Chaos Gross. The monsters and marvels you face today have been added to the Chaos Chamber. For those who've proven worthy of the challenge, new content awaits in the ever-changing depths. Ja. Tiny Penguins, dit was DLC 2. Tja. Ik. Ja. Ik hoop dan ook echt dat de laatste twee DLC's smooth gaan verlopen. Dat we gewoon in één keer doorheen kunnen knallen, want jezus. Het is al twee keer gebeurd. Het is al veel te veel. Ja. Maar, ja. Ik hoop dat jullie toch genoten hebben. Ik vond het even een kleine review. Want we hebben toch tijd zat, weet je wel. Even gewoon een kleine review van deze specifieke DLC. Ik vond het een vette eindbaas.
Ja, ik vond het, ja, het is alleen pijnlijk gewoon dat we zoveel opnieuw moesten doen. Elke keer. Dat is wel een dingetje wat me nu begint. Ja, gewoon, het is een soort dildo, zeg maar. Ja. Wat echt steeds harder en harder door mijn Arie wordt gedrukt. Een dildo van 40 euro. Ja, nou voor jou ja, niet voor mij. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het een leuke game. Echt waar. De DLC's zijn mooi, fantastisch. Ik geniet er ook echt van. Maar ja, dit moet wel kappen zo. Want ik word hier wel een beetje suicidaal van. Mm. Oké. Okay. Tiny Pingwings, jullie hebben het gehoord. Volgende keer gaan verder. Wij gaan de volgende keer verder. Abonneer op het kanaal van Captain Gotham. En dan hebben we nog 2 DLC's te gaan. Dus toedeloo. Toedeloo.